We kijken even naar de functie vangpunten. Vangpunten zijn punten waar je, die je kunt selecteren bij de functie waarbij je punten moet aangeven. Je hebt bijvoorbeeld het midden van een lijn, het snijpunt van twee elementen. Je hebt hier, als je even kijkt naar teken, vangpunt, een eindpunt van een element, een middelpunt, snijpunt, loodrecht op een lijn, het midden van een boog. Kwadrant wil zeggen dat je bij een punt aan kunt klikken op 0, 90, 180, 270 graden. Tangent aan een cirkel kun je ook opgeven. Een gewoon punt die je hebt, of een punt die daar opvolgend is op een ander punt. Je kunt dus bijvoorbeeld een lijn trekken van het, zeg maar hier, een snijpunt van deze twee lijnen naar het midden van deze boog die daar staat en je ziet dat je er een lijn bij krijgt. Je kunt bijvoorbeeld ook als je een, stel je wilt een boog hier bovenop deze pijler hebben, ga je naar de functie een boog aan de hand van drie punten. Dat is deze functie. Je zoomt even in en je kunt op het facet van deze pijler klikken en je wijst nog een punt aan en hier nog één en je ziet dat je een cirkel hebt, precies op deze pijler. Je kunt ook vangpunten uitzetten als je wilt vermijden dat je bijvoorbeeld een midden van een cirkel pakt of zo. En hiermee kun je dus een beetje manipuleren en kun je dus vrij eenvoudig dus lijnen, cirkels, bogen of je moet iets aanwijzen gebruiken. Tot zover vangpunten. We gaan verder door.